Als kind woonde ik in een straat met een superklein tuintje en daar gingen we fietsen. En dan fietsten we ook altijd door dit gebied. En ik ben op een of andere manier als kind van dit gebied gaan houden en heb eigenlijk beslist op een gegeven ogenblik, later als ik groot ben, ga ik hier wonen. Wij zitten hier op de Pals, dat is dus zeg maar een beetje in het hart van de omgeving, een bospark met een uniek karakter. Het mooiste plekje van Soest vind ik dit dal, hierachter, en de Soester Duinen. De Soester Duinen is uniek, zo ongelooflijk mooi, maar dit dal hier beneden is altijd mooi. Of het nou winter is, zomer, regen, storm, hagel, koud, het is altijd mooi.